allemaal, hier is Ellen weer van E-Lunch. Als eerste wil ik jullie ontzettend bedanken voor alle feedbacks van de vorige maand. Alle likes, duimpjes, noem het maar op. Ook voor de nieuwe abonnees ontzettend bedankt voor het steunen van mijn kanaal. Hartstikke leuk dat jullie het vertrouwen in mij hebben, maar ook in mijn kaartjes. Ontzettend bedankt. En dat gezegd hebbende wil ik doorgeven. Leeuw, ik zit hier weer voor met de kaarten voor mij. Om te kijken voor de maand januari van dit jaar, het nieuwe jaar. Om te kijken welke boodschap ik mag doorgeven aan jullie. Ik heb de kaarten allemaal al getrokken. Dat scheelt qua tijd. Dan kunnen we gelijk in de reading instappen, laat ik maar zeggen. En we gaan gewoon eens kijken eerst wat de orakels te vertellen hebben voor jullie. We kijken als eerste in de maanorakel. En ik heb hier de supermaan. De emoties kunnen hoog oplopen. Deze maan geeft eigenlijk echt wel aan, dat is de supermaan. Dat is eigenlijk meestal, als het tussen de nieuwe maan is en de volle maan, dat het kan voorkomen dat die zo dicht bij de aarde is. Dat zou je wel eens meegemaakt hebben, dat die zo enorm groot lijkt. Maar dan heeft hij ook een enorme aantrekkingskracht op de aarde. En sommige mensen kunnen daar best wel heel veel gevoelens bij krijgen, emoties ook. De kaart geeft dus eigenlijk aan dat je best wel in actie mag komen voor jezelf. Het heeft heel veel, dus wat ik al zei, te maken met de emoties vooral. Als je je afvraagt of iets succesvol kan zijn voor jezelf, voor een job of een relatie, dan is de antwoord ja, dus wel positief. En de kaart kan ook wel eens aangeven, als je een specifieke vraag hebt, geeft het maanorakel aan dat het ook wel eens zou kunnen zijn dat het vlak voor je neus ligt, het antwoord. Soms zien we de antwoorden niet, terwijl ze wel echt wel al daar eigenlijk liggen. Of al in onze omgeving aanwezig zijn, alleen we zien ze niet. Dus heb daar erg in voor jezelf. Want de oplossing voor als je een probleem hebt of een issue of wat dan ook, dat het dichterbij is dan je denkt. Er wacht ook jou iets opwindends voor de maand januari. Dus er kan een geschenk komen of een gift, iets waar je misschien op zit te wachten. Je kan er wel inderdaad echt wel vanuit gaan dat, dat de emoties misschien wel de overhand gaat spelen voor de maand januari voor jullie, Leeuw. Dus kijk even voor jezelf goed te voelen wat in de maand januari bij jou teweeg kan brengen in je lichaam. Maar ook wat er naar boven mag komen, wat jou nog misschien, wat je mag verwerken voor jezelf. Ik kijk eventjes in de kaarten van de drakenorakel. Ik heb hier Revolution. Deze kaart geeft eigenlijk aan dat op zich dat het allemaal goed gaat met je. Maar je mag nog eens meer gaan kijken voor jezelf in hoeverre je mag gaan delen met anderen. In hoeverre mag je klaarstaan voor anderen. Als je het gevoel hebt dat soms de laatste tijd de mensen alleen maar bij jou aankomen kloppen met vragen of hulp of steun en dat soort dingen meer. Dat je ook het gevoel kon hebben, geeft deze kaart aan, dat je je alleen voelt. Dat je op dit moment even voelt van dat je het niet meer ziet zitten. Dat je zelf misschien met vragen zit en dat jij nou eens een keertje heel graag geholpen wil worden. Dus deze kaart geeft heel duidelijk aan voor jouzelf van je balans te kunnen vinden voor geven en nemen. Zorg ervoor dat je de tijd neemt voor jezelf om je accu op te laden. Als er mensen zijn die heel veel energie van jou vragen, zorg ervoor dat je weer de rust neemt, de kalmte. En dat je even weer bij mag tanken voor jezelf. En ook daarin, als je zelf met vragen zit of dat je graag zelf gesteund wil worden, durf jezelf uit te spreken. Durf jezelf echt uit te gaan spreken. En misschien ook dat die maanorakel ook weer daardoor aangeeft dat er ook emoties daarbij los mogen gaan komen. Durf ze te aanvaarden. Emotie is geen moment van zwakte, absoluut niet. Maar dat is juist een moment van sterkte, zie ik zelf. Omdat op het moment dat je iets gaat verwerken, ga je ook groei doormaken voor jezelf van binnen. Vanuit Avalon heb ik hier Perception. En deze kaart geeft aan waarnemen. Hoe neem jij je leven en situatie op dit moment waar? Is dit vanuit oude patronen, oordelend of ook met bepaalde overtuigingen? En als dat zo is voor jezelf, dat je daar ja op mag antwoorden,
Dan is het nu tijd voor jou om daarbij stil te mogen gaan staan. Kijk eens objectief naar jezelf. Ga naar binnen, neutraal. En ook zonder oordeel voor jezelf. Want weet je, we zijn allemaal niet perfect, hè? Stijg boven jezelf uit en realiseer je dat dingen soms niet zijn zoals ze daadwerkelijk zijn. Je mag nu actie gaan ondernemen, observeer en transformeer hoe je werkelijk nu in het leven staat. De kaart staat ook voor geduld. Dus heb geduld met alle stappen die je gaat ondernemen voor jezelf. Dat soms niet alles direct op je pad mag gaan komen. Dus de kaart kan wel echt duidelijk aangeven als je voor jezelf iets wil gaan neerzetten. Of dat je met verwerking bezig bent. Dat dat wel even tijd mag gaan duren. Ja. Dan vanuit het Feeënrijk. Vanuit het Feeënrijk heb ik hier Vrijer. Even kijken hoor. Yes. Vrijer. Er staat dat je waarschijnlijk nu op het punt bent gekomen dat je goed kan aanvoelen wie je bent. Dat je intuïtief kan kijken naar binnen voor jezelf. Ook emotioneel. Ga voor jezelf eens na of dat je volledig compleet bent. De kaart staat ook voor dat je nu alles kan gaan gebruiken. Van alle ervaringen die je hebt gehad, niet alleen maar voor jezelf, maar ook anderen die je mag gaan helpen juist daardoor. Ook dat je een voorbeeld mag zijn voor andere mensen om je heen. Dus eigenlijk weet je toch ook dat wat de drakenorakel aangaf is, ja, dat geven en nemen, hè? Met mensen om je heen, daar je balans in te vinden voor jezelf. Dat je niet alleen jezelf mag gaan helpen met alle kennis die je in huis hebt, maar ook anderen. Want dat zit in jou om andere mensen te mogen gaan helpen, Leeuw. Ik ga even kijken en de kaarten omdraaien voor jullie. Kijken wat de tarotkaarten mogen zeggen. Welke acties en welke adviezen ze hebben voor jullie. Ja, ik zie ook weer de kluizenaar. De kluizenaar is de algemene energie wat zou spelen in januari. De kluizenaar geeft ook aan dat je alle wijsheid en kennis in huis hebt voor jezelf. Je ziet het lampje wat hij meedraagt. Je kan je daarin misschien soms wat alleen voelen. Misschien niet begrepen worden door andere mensen juist. Juist omdat je zoveel kennis in huis hebt voor jezelf. Ter verduidelijking trek ik dan ook in die energieën die je gaat spelen deze maand. De ridder van bokalen. De ridder van bokalen kan zijn dat er iets naar je toe mag gaan komen. Dan wel een persoon of een situatie. Ja, daaruit. Bokalen staan ook vooral voor het laten stromen emoties ook weer. Dus dat is toch wel echt wat er bij jullie speelt, dit thema deze maand, Leeuw. Ja, de energie die er spelen is doordat je zelf natuurlijk ervaar wat je in huis hebt. Wat mag je dan geven? Of wat mag je ontvangen daaruit? Dus ontvangen voor wat je allemaal hebt vergaard als een soort van beloning voor jezelf. Wat mag je ontvangen? En wat mag je dan weer teruggeven aan anderen om je heen vanuit je kennis? Wat mag je dan gaan brengen? Zoals de ridder van bokalen. Wat mag je naar hun toe brengen voor jezelf? Dus dat is een beetje de ene algemene energie. De actie wat ik hier zie. Ik heb hier de 9 van pentagrammen. Is bijna tegen het einde van de cycli aan. Want de kleine arcana loopt tot nummer 10. Je ziet een vrouw in alle wilde in haar tuin. Naar hard werken. Dat ze de vruchten mag plukken. De actie hierin is van, kijk uit dat je dus niet stil gaat zitten. Je hebt inderdaad heel veel al bereikt voor jezelf, maar weet dat aan jezelf werken nooit stopt. Dus houd er erg in. Sorry, ik laat de kaart vallen. Dus houd er erg in, ook al is het op dit moment, gaat het hartstikke goed, heb je het ontzettend goed op een rij voor jezelf. Maar wees daarin wel alert dat je dus niet op je lauweren gaat zitten. Het is toch altijd nog werken, werken, werken. Juist doordat andere mensen ook weer bepaalde situaties in jouw leven weer teweeg kan brengen. Wat roerig kan worden.
Want de kaart geeft dus aan, als je dat dus niet gaat doen, dat je die actie niet blijft ontwikkelen voor jezelf, dat je goed in je vel blijft zitten, kan je tegen teleurstellingen aan gaan lopen voor jezelf. Dan kan je dus, ja, ook weer emotie, kan je hartzeer gaan ervaren, dat mensen over je heen gaan lopen, dat mensen gebruik van je gaan maken. Dus wees altijd alert hoe goed het ook gaat met je in het leven. Ook al heb je de dingen op een rijtje voor nu, op dit moment, leeuw. Maar hou er altijd rekening mee dat, ja, weet je wel, dat al de situaties in je leven mogen gaan gebeuren door anderen, niet voor jezelf, maar door anderen. Dat je daardoor niet hartzeer en hartepijn mag gaan krijgen of teleurstellingen. Dat je op een gegeven moment merkt dat de deuren gesloten blijven in plaats van dat ze altijd open waren. Dat is een beetje de actie voor de maand januari. Dat je wat meer, nog meer stil mag gaan staan voor jezelf. Wat je al in huis hebt. Maar hoe je het ook kan behouden. Want ook al ben je er, maar het is altijd wel belangrijk om er altijd mee bezig te zijn. Om te kijken hoe kan ik dus bepaalde energieën blijven behouden waar ik op dit moment in zit. En dat is gewoon belangrijk. Je bent nooit uitgeleerd. De adviezen. Ja, dat hadden de orakels ook al eigenlijk al aangegeven. Het geven en nemen, het balans krijgen in het geven en nemen. Dan wel ervaringen, dan wel financieel, dan wel met gifts, dan wel met, nou, noem het maar op eigenlijk, kleding. Je kan het zo gek niet opnoemen. Maar het kan ook in kennis zijn, hè, delen, geven en nemen. Dus vind daar je balans in. Nou, dat is heel erg belangrijk, anders dan raak je dus inderdaad uitgeput wat het draakorakel ook aangaf, hè. Want deze geeft ook wel een beetje aan van je voelt je op dit moment alleen en misschien niet gesteund. Want jij zoekt, ja, jij hebt zelf ook steun nodig. Je bent ook een mens. Dus kijk dat je daar je balans in kan vinden met geven en nemen. Want ter verduidelijking ligt dus de duivelkaart. Want ga je daar niet mee aan de slag voor jezelf, dan zal je gaan merken dat je op een gegeven moment geblokkeerd raakt. Dat je op een gegeven moment, ja, gebonden voelt, dat je niet meer vooruit mag komen. Dat je juist gaat merken dat je alleen staat. Dat je gaat merken dat alle deuren gesloten blijven. Dus het is vooral heel erg belangrijk van, nou ja, weet je, dat geven en nemen, daar je balans in te vinden. Dat is heel duidelijk, dat ligt ook in de orakelkaarten, leeuw. Ik heb de uiteindelijke uitkomst, heb ik hier de 7 van pentagrammen. Je hebt op dit moment datgene bereikt. Want dat lag in principe in de actie ook. Je hebt datgene bereikt wat je wilde. Alleen deze kaart geeft heel duidelijk aan, je uitkomstkaart voor januari, dat je nog iets mist. Je mist nog iets. Weet je, je hebt al je talenten, je hebt al je kennis goed gebruikt. Maar je staat nu op een punt dat je echt zoiets hebt van, ja, waar moet ik nu heen? Is er nog meer? En ter verduidelijking geeft dus de kaart het wiel aan, ja, er is nog meer. Alleen jij behoort die actie te ondernemen. Jij staat aan dat wiel of aan het stuur, hoe je het wil noemen. En jij mag je leven daarheen leiden waar je heen wil. Heel duidelijk. Leo, jij bent degene die bepaalt waar jouw reis heen gaat. En de reis is meestal belangrijker dan het doel zelf, hè? Alles wat je ervaart op het pad daarheen, naar je doel, is heel erg belangrijk. Al je ervaringen, de mensen die je gaat ontmoeten, de reis daarheen. Dus voor jullie, leeuw, is deze maand echt wel belangrijk om echt stil te staan bij jezelf. Om te kijken waar je nu staat. En wat je nog in de maand januari voor jezelf nog meer wil en mag gaan ontwikkelen voor jezelf. En het gaan delen met andere mensen. En daar je balans in te vinden. Dus dat niet mensen ja, te veel van jou gaan verlangen. Nee, dat je ook wat terug mag ontvangen. Ja. Ik ga vanuit de Lennemann kaartjes ga ik nog eventjes kijken wat ik nog meer mag ontvangen voor jullie. Ter verduidelijking of aanvulling. Er zijn te veel kaarten. En er valt er een uit. Ja. Ik heb hier de roe. Het wordt tijd dat je het een en ander gaat opschonen. Dan wel van binnen. Want hij ligt dan eigenlijk een beetje op de positie van
actie ondernemen, maar ook de algemene energie wat gaat spelen in de maand januari. Je mag wat meer van binnenuit voor jezelf echt keuzes gaan maken en bepaalde dingen los gaan laten, wat jou niet meer dient. Daar mag je wat meer bij gaan stilstaan, zegt de Lennemankaarten. Als tweede heb ik het klaver. Nou ja, je gaat je balans vinden uiteindelijk voor het geven en nemen voor jezelf. De klaver is altijd een klein geluk, dus het geeft jou wel in ieder geval de steun naar jou toe. Dat je niet alleen hoeft te staan, dat je inderdaad alles om je heen mag gaan delen met andere mensen. En daaruit mag weer iets moois uitbloeien voor jezelf. Oké, en ik heb de zeis. Nou ja, dat ligt ongeveer bij de uitkomst, hè, van de kaarten. De zeis is echt duidelijk je keuzes maken. Wat je nou echt daadwerkelijk wil. En kijk daarbij omheen stukken van jezelf. Maar kijk ook van mensen en situaties die er nu spelen voor de komende maand. Wat je achter je wil laten, wat je dus echt wil gaan opruimen voor jezelf. Dus echt de knopen doorhakken, keuzes maken in je leven. Dat staat dus gelijk ook aan dat wiel, hè, wat ik al zei. Jij staat aan dat wiel, jij stuurt waar jouw leven heen gaat. En dat zegt dus eigenlijk, de zeis geeft dat ook aan. Knopen doorhakken, keuzes maken. Dus dat is vooral eigenlijk wat er speelt voor jullie leeuw voor de komende maand. Ik hoop dat dit voor jullie geresoneerd heeft. Het is een algemene reading. Als er helemaal niks bij zit voor je, kijk dan even door bij de legging van de ascendant. Dat kan je altijd laten berekenen als je dat niet weet van jezelf. Op internet heb je heel veel programma's waar je dat kan laten berekenen. Heeft het wel voor jou geresoneerd? Geef me een feedback. Vertel wat voor jou inderdaad belangrijk was, wat er uitsprong. Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Geef het een duimpje. En ik ga jullie de volgende keer weer zien.